alternatieve brandstoffen of biobrandstoffen, omdat het dan zo milieubewust is. We zijn met KLM begonnen om elke week in ieder geval op biobrandstof van New York naar Amsterdam te vliegen. En die biobrandstof, want dat is afgewerkt frituurvet. Dus dat is het restportje van de patatbakker. Waarom van New York naar Amsterdam? Omdat ze in New York heel veel patat eten. Precies, dat is de reden waarom we van New York naar Amsterdam. Ik moet zeggen, het lespakket zelf zag er ook heel aantrekkelijk uit. En de kinderen die het uitgedeeld kregen, die gingen er ook al gelijk heel snel mee aan de slag. Nou, dat wil dan wel wat zeggen. Dat betekent dat we aan de omgeving duidelijk willen maken waar het om gaat binnen Schiphol. De omgeving wil laten begrijpen hoe Schiphol werkt. En een van de manieren om dat te doen is daar op een lagere school om mee te beginnen. Wat ben jij aan het doen? Met allemaal landen, dat het een halve vlag is en moet je raden wat het is. Leuk? Ja. Wat heb je vandaag allemaal geleerd? Dat paarden ook in vliegtuigen mee kunnen reizen. Dat wist ik echt niet. Ik dacht alleen honden en katten. Ik vind het lespakket heel mooi. En wat ik ook heel mooi vond om te zien, is dat de mensen in de klas, de leerlingen in de klas, heel veel vragen hadden. Er heel veel van af wisten al. En ze goed verdiept hadden in Schiphol en vliegen. En heel goede combinaties met de lespakketten van Schiphol zelf.